Want jullie zijn gekozen door het publiek. En dat zegt heel wat. Als je gekozen wordt door een hele officiële jury, is dat natuurlijk heel wat waard. Maar als het publiek je geweldig vindt, nou, kom dan maar naar voren. Rick en Marijn. Cijfers gegeven en die hebben we uiteindelijk opgeteld. Nou, toen bleek ook dat we het eens waren. Wat ik wil doen, is de prijs voor de uiteindelijke winnaar en de toekomstige vanaf vandaag kinderstadsdichter van heden. Maar we hebben een derde en tweede en ook een eerste plek. De derde en tweede wil ik toch even noemen. Op de derde plaats hebben wij Amaya met haar kinderstadsdichter. Gedicht over het park. Het eindigde ook met het park, de uitroep. Met haar eigen plekje. Maar ze af en toe kickboxt. Oh nee, dat was niet. Dat vond ik een heel mooi gedicht. Ja, de derde plaats. De tweede plek, het was heel moeilijk om tussen deze drie te kiezen, is een gedicht dat inderdaad een heel mooi gedicht is. Van het jongste dametje. Dat is van Rome. Wij waren wel unaniem, dus over degene die ik nu ga noemen. En dat is anders dan de publieksprijs. Dus het is een enkel persoon. Een jongen. Ik moet een beetje rekken, mijn voice, ik doe nog een paar minuten. Park en Bos en Hei hadden het gehad. Nou, misschien weet degene het al, maar ik noem in ieder geval even Zwembad. Een jongen die misschien wel in GTST gaat spelen ooit. Ja! Zij zal je ook feliciteren en nog even wat toelichten. Gefeliciteerd. Bedankt. Alle kandidaatjes, komen jullie er nog even bij? Nog een applaus.
voor onze dichters. En dat is ook nog een beetje fijn. En dan zeg je ook. Jullie zijn natuurlijk allemaal winnaars om uit zoveel gedichten uit te